De kinderen die hier op bezoek komen, die hebben altijd heel veel vragen. Die zijn meestal heel enthousiast. En we hebben eigenlijk gewoon de vragen die ze stelden verzameld. Ze hebben dat aan ons gevraagd, omdat wij daar al veel ervaring mee hebben om kinderen op een eenvoudige manier van alles uit te leggen over sterren en planeten. Doordat er hier overdag heel veel klassen op bezoek komen. Hoe luid kun je roepen in de ruimte? Is er oorlog in de ruimte mogelijk? Niet echt. Dat is weinig kans, want er zijn al niet zoveel mensen in de ruimte. En als er eens een mens is, dan zullen die zeker geen oorlog maken. Hoe de zwarte gaten ontstaan, ik zou die vraag wel graag in het boek hebben. Dat is niet altijd evident dat het voor een kind verstaanbaar is, dat er niet te veel moeilijke woorden in staan. En ook dat het compact is, dat het geen hele bladzijde is voor een antwoord. En we hebben ook een aantal dingen proberen te verduidelijken aan de hand van eenvoudige proefjes. Dan ga je heel langzaam met de lens dichter bij je oog. En je vertelt mij wat er gebeurt. Dat is eigenlijk wel iets dat enorm leeft bij de kinderen. Raketten, astronauten, leven in de ruimte. Dat is echt wel iets dat de kinderen aanspreekt. Ik zou heel graag naar de ruimte gaan later. Ja, ik ook. Eigenlijk wel, maar ik denk niet dat dat lukt met mijn bril. Ik wil geen astronaut worden en ik zou liever een landbouwer worden. Ja, dat zou ik wel. Go slow.